Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Meer dan een Diploma podcast. Vandaag hebben we een oud leerling te gast die vertelt over haar studie. Ik ben Liam. Ik ben Miguel. En ik ben Yvonne. Ik ben Danique. Leven de school. Je hoort het al, onze nieuwe gast is Danique. Wil je even voorstellen? Nou, ik ben Danique Dammers. Ik begin nu aan mijn eerste jaar. Nou, ik zit nu in mijn eerste jaar van sport en bewegen in Alkmaar. En ik woon in Enkhuizen. Hoe ziet het eerste jaar eruit? Het is wel een beetje druk. Je moet wel bijblijven met je huiswerk en opletten in de les, want als je eenmaal achterraakt, dan heb je gewoon ontzettend veel moeite. Moet je dan doen om weer bij te blijven, zeg maar. Want de theorie is best wel veel. En als je daar iets niet van snapt, dan loop je gewoon ontzettend veel achter. En over het algemeen met het sporten, ik raad wel aan om een beetje op conditie te blijven of komen, zeg maar, van tevoren. Want je moet een toelatingstest doen. En dan kan je kiezen voor een bootcamp of 5,5 kilometer hardlopen. Ik heb zelf de bootcamp gedaan. En ik vond hem best wel zwaar. En in het eerste jaar moet je verder nog, heb je in het begin, de eerste paar weken, heb je landkamp. En dan ga je allemaal leuke dingen doen, zoals steppen en bodyboarden en kanoën ga je. En nog heel veel andere leuke dingen. En ja, het is echt wel zwaar als je er niks voor hebt gedaan, zeg maar. En je hebt nog een wintertriathlon. Die heb ik niet gedaan door corona, maar dan moet je schaatsen en hardlopen en mountainbiken. Het is echt wel een dingetje, want ja, je moet dus echt wel op conditie blijven. Oké, en heb je bijvoorbeeld ook gemerkt dat sommige leerlingen uit je klas, of ja, studenten uit je klas, het niet halen? Een beetje. Nou, dat was dus over het algemeen met de praktijk, zoals de sporten en de conditie, over het algemeen wel. Maar de theorie halen mensen niet. Dat onderschatten ze een beetje? Ja, dat hebben ze heel erg onderschat. Oké, want je krijgt dus heel veel theorie? Ja, je hebt trainingskunde en daar krijg je dingen zoals over het menselijk lichaam en zo. Dan heb je bijvoorbeeld over de gewrichten en de spieren en de botten, die ga je de Latijnse benamingen leren. En je moet ook allemaal weten welke kant het op kan gaan en de rotatie ervan. En het is echt best wel pittig. Ja, dus het is ook wel belangrijk dat je biologie misschien in je vakkenpakket hebt. Het is wel handig, maar het hoeft in principe niet. Oké, goed om te weten. Waar zou je allemaal kunnen stage lopen? Heel veel, echt heel veel. Ik loop nu stage bij mijn eigen volleybalclub. Maar je kan echt overal, je kan in een sportschool, je kan bij een sportclub, je kan, ja, meestal in het tweede en in het derde gaan ze allemaal een beetje bij de fysio stage lopen of in een revalidatiecentrum of zwemmen. Het hangt er ook een beetje vanaf, want in het tweede en in het derde ga je keuzedelen kiezen. En ik ga nu volgend jaar heb ik de keuzedelen specifieke doelgroepen en fitness gekozen. En er zijn echt heel veel keuzedelen. Dus daar moet je echt wel een beetje over nadenken ook. Dus ik ga in een revalidatiecentrum en in een sportschool stage lopen volgend jaar. Maar je kan echt heel veel. Wat is dat centrum? Revalidatiecentrum. Dat sluit ik dus aan bij mijn stage van specifieke doelgroepen. Dan ga je leren om met mensen om te gaan die een die moeten herstellen van iets. Of in een rolstoel zitten, of blind zijn, of gehandicapt. Of gewoon iets wat niet goed is. En dan ga je daarmee leren omgaan. En hoe je, zeg maar, met die mensen kan bewegen. En hoe je ze kan
helpen herstellen, zeg maar. Okay. Welke vakken krijg je allemaal? Je krijgt in het eerste jaar krijg je basisvoeding. Dat is over het algemeen een beetje wat je zelf nodig hebt qua voeding in je lichaam, zoals koolhydraten en zo. Dan ga je alles over koolhydraten leren, vezels en allemaal dat soort dingen. En volgend jaar, dat is zeg maar de basis die je krijgt. En volgend jaar gaan ze dan daar meer op in. Dan ga je meerdere dingen leren daarover. En dan heb je trainingskunde. Dat gaat over, over je, hoe je eigen lichaam in elkaar zit. Met spieren en botten en gewrichten. En dan heb je didactiek. Dat is de theorie van het lesgeven. Dat sluit een beetje aan op het vak les en leiding geven. Dan ga je lesgeven aan je eigen klas. En dan is didactiek zeg maar daar de theorie van. En dan heb je nog organiseren van evenementen, OVE. Dan ga je leren hoe je een evenement moet gaan geven. En in het eerste jaar ga je dan ook een evenement geven aan je eigen klas. En en dan in het tweede en het derde moet je zelf een evenement gaan geven aan 100 mensen of zo, minimaal. Zo, dat is veel, 100 mensen. Ja, ik ben er ook wel een beetje bang voor. En dit zijn dus de theoretische vakken. Ja. Heb je ook nog praktijkvakken? Ja, heel veel. De hoofdvakken zijn een beetje atletiek. Zwemmen. En les en leiding geven is ook wel een beetje praktijk. Dat is de praktijk van didactiek natuurlijk. Ja. Maar je hebt best wel veel. Je hebt ook badminton, je hebt volleyballen, je hebt voetballen. Maar dan bijvoorbeeld voetballen is een beetje gewoon iets wat je doet in 5 weken. En dan na die 5 weken krijg je weer andere sportvakken. Maar atletiek en zwemmen bijvoorbeeld, die heb je het hele jaar door. Oké, en waarom heb je die dan het hele jaar door? Nou, met atletiek krijg je heel veel verschillende dingen. Je moet bijvoorbeeld voor een cijfer moet je 800 meter rennen, 60 meter. Je hebt kogelstoten, speerwerpen, verspringen en zo. En dat moet je allemaal afsluiten. Oh ja, dat zijn natuurlijk allemaal onderdelen ervan. Ja. Ja, en met zwemmen moet je ook op tijd bijvoorbeeld boskrauwen 50 meter of zo afsluiten. Of onder water zwemmen zo ver mogelijk. Dus ja, dat is best wel pittig. Maar... ja, dan moet je inderdaad wel een flinke conditie voor hebben. Ja. Wat is het verschil tussen niveau 3 en 4? In principe als je van de MAVO afkomt, ga je naar niveau 3. En dan doe je de opleiding in 4 jaar. En dan zeg maar de laatste 2 jaar, of het laatste jaar, is zeg maar niveau 4 wat je afsluit. Maar als je in het eerste jaar alles boven de 6,5 staat en voor les en leiding geven een goed hebt, dan kan je niveau 4 versneld doen. En dat is zeg maar dat je de opleiding in 3 jaar doet in plaats van in 4 jaar. En dan doe je zeg maar niveau 3. Dus je doet 2 jaar doe je, prop je even in 1, zeg maar. Oké, dus je stroomt eigenlijk altijd in op niveau 3? Ja. En het laatste jaar is niveau 4. En als je alles boven de 6,5 hebt, dan mag je 1 jaar minder niveau 3 doen. Ja. Oké. Wat zijn de beroepsmogelijkheden? Het hangt er een beetje vanaf welke keuzedelen je allemaal kiest. Want je hebt best wel veel keuzedelen. Je kan ook beachsporten, dan kan je lifeguard worden bijvoorbeeld. Zwemonderwijzen kan je zwemles geven. Of ik heb specifieke doelgroepen. Dan kan je in een revalidatiecentrum bijvoorbeeld. Of je kiest voetbal. Dan kan je voetballen geven. En dan kan je door en dan ga je zo naar een hoog niveau. En dan kan je dat training geven. Of je kan heel veel. En de meeste gebruiken het een beetje om door te stromen naar het HBO. Zodat ze bijvoorbeeld naar de fysio kunnen of zo. Maar over het algemeen kan je dan zeg maar... je kan overal les in geven. Je krijgt overal wat je afsluit een certificaat voor. En dan ben je bevoegd om zeg maar daar les aan te geven. Of bijvoorbeeld een groot evenement te geven. Oké. Kun je deze studie BOL of BBL doen? Het is over het algemeen BOL. Ik weet niet of BBL mogelijk is.
BOL is dat je gewoon 5 dagen in de week naar school gaat. En BBL is dat je bijvoorbeeld 2 dagen naar school gaat en 3 dagen werken. Maar ik denk niet dat het bij onze opleiding mogelijk is. Wat is de meest aparte sport die je hebt geprobeerd? Dat is heel moeilijk. Want over het algemeen zijn het wel gewoon de standaard sporten. Maar ik denk dan, wij hadden een vak ook, dat hadden we 1 periode muziek en bewegen. Dus dan ga je een beetje dansen en zo. En toen kregen wij een les in een sportschool. En toen gingen we boksen op muziek. Dat was wel heel apart. En wat is de leukste sport? Ik vind zwemmen wel heel erg leuk. En ja, volleyballen, dat is mijn eigen sport. Vind ik ook leuk. Zelf heb ik het niet zo met atletiek. Het is echt zwaar, atletiek, vind ik, hè. Ik ben niet zo van het rennen en zo. Maar ik vind zwemmen wel echt leuk. En wat vind je van vechtsporten? Ik vind het leuk. Ik ben zelf wel een beetje ook zo aangelegd. Ik vind het wel leuk. Ik heb het niet heel veel gehad. Ik denk dat het ook wel een beetje door corona komt. Maar ik vind het wel leuk. Gewoon, ja. Wat vind je er leuk aan? Slaan is altijd leuk, vind ik. Beetje agressief. Ja, zo ben ik wel een beetje aangelegd. Oké, en wat wil jij zelf eigenlijk na deze opleiding doen? Ik wil naar de fysiotherapie. En daar heb ik dus de keuze. Ik ga ook sportmassage volgen. Heb je ook een keuzevak voor. En fitness is dan heel handig om te kiezen als je wil doorstromen. Maar ja, ik ga naar de fysio in HBO in Amsterdam, HVA. Oké, want even voor de duidelijkheid. Je stroomt dus binnen bij niveau 3. Ja. Als je dat gehaald hebt, ga je naar niveau 4. Als je dat gehaald hebt, dan kan je dus naar het HBO. Ja. Oké. En als je nog een advies zou mee willen geven aan de leerlingen die dus sport en bewegen gaan doen volgend jaar, wat zou dat dan zijn? Onderschat het niet. En bereid je erop voor, mentaal en fysiek. Dat vooral. Ik merk wel echt dat ik me er fysiek niet genoeg op wat voorbereid. Oké, wat had je dan nog beter kunnen doen? Mijn conditie opbouwen. Ik merkte dat ik daar wel een beetje last van had. Want je moet in het 3e jaar, als je gewoon niveau 3 doet, moet je een halve marathon lopen. En dat is hoeveel? Dat is 21,5 kilometer. De helft is door het zand. De andere helft is door de duinen. En ik merk wel dat ik daar echt heel veel hard voor moet gaan trainen. Jeetje. Ja, dat is wel echt best wel pittig. Ja. En wat nou als je dat niet haalt? Je moet dat soort dingen, zoals ook de wintertriathlon, daar hebben wij nu vrijstelling door gekregen door corona. Maar zoals landkamp, je hebt ook nog waterkamp. Dan ga je allemaal, allemaal gewoon watersporten doen en zo. Allemaal dat soort dingen moet je gewoon afsluiten. Je moet het voldaan hebben, zeg maar. Anders mag je gewoon niet over. Oké, dus als je dat dus niet haalt, dan kan je niet over? Nee, maar het is gewoon een soort kamp. Dus je moet eigenlijk wel mee. En met die halve marathon, ja, je moet hem gewoon lopen. Je hebt geen keus. Nee, eigenlijk niet. Dus keihard trainen allemaal. Heel erg bedankt dat je onze gast wilde zijn. Ik hoop dat we heel veel leerlingen hebben geholpen met hun vragen. En tot de volgende keer. En als je tot het eind bent gebleven, zet dan even een zebra in de comments. Want dan weten we wie het tot het eind is gebleven. Bedankt voor het luisteren. We vinden het superleuk als je ons laat weten wat je van deze aflevering vond. Houd onze socials in de gaten voor nieuws over de volgende aflevering. Tot de volgende keer!